Als ik klaar ben met de opname, dan kan ik het filmpje gaan delen. Om te beginnen moet ik naar het beginscherm. Het pijltje naar links in de tijdbalk brengt me daar. Dan moet ik de naam goed krijgen. Ik noem hem naar mijn klas, bijvoorbeeld 8. C. En dan mijn eigen naam. En dan zeg ik gereed. Nu kan ik het filmpje terugvinden. Maar zometeen heb ik de naam nog een keer nodig. Daarom klik ik nog een keer op de naam. Select all. En dan kopieer, kopie. Zo, nu zit hij onder mijn vinger. Nou ga ik naar het icoontje voor delen. Dat zit een beetje links onderin, het vierkantje met een pijl omhoog. Dan kies ik daar Export Movie, de bovenste. En dan moet ik even op zoek naar iCloud Photo Sharing. Met al die kleurtjes, al die rondjes met die kleurtjes. Als ik daarop klik, dan kijk ik even. Ja, staat hij op 1080, dat is heel goed. Dan ga ik Share, rechtsboven. Dan gaat hij even rekenen. Dat kan langer of korter duren, net hoe lang je filmpje is. En dan vraagt hij nog om een titeltje. Ik druk lang op het invoerveld. Ik zeg plak en de naam die ik net had getypt komt er weer in. Dan hoef ik alleen nog maar rechtsbovenin te posten. Sluit nu je iPad niet meteen af, want hij is nog even bezig op de achtergrond zonder dat je het merkt. En lever hem in bij de meester of de juf.